Hallo risovrienden, uit een bijzonder goed leven. Halleluja. Ja, dit was raar. Geef ik jullie toe. Maar goed, het is mooi weer. Ik ben vrolijk. Het weekend staat voor de deur. Wat kan ons rotten? Hè? Wat kan ons nog allemaal uitmaken? Vrijwel niks. Wel raar, Jans Reviews is uitgesloten voor de televisier. Dat is toch ongelooflijk? Kijk, dat zij een reglement hebben, een beetje toegepast op Roddelpraat, om dat programma eruit te halen, omdat het niet past binnen hun normen en waarden. Prima. Maar Jans Reviews is een keurig net programma. Wat kan Ahmed erin doen? Wat kan een doosje eraan doen? Wat kunnen de producten eraan doen? Dit is een prachtige en hele nette show. Dit is een heel prima, correct kanaal. Hoe kan je een man van middelbare leeftijd, lichtkalend, bijziend, iets minder dik dan voorheen, maar nog steeds wel pafferig, uitsluiten terwijl hij 3 bolletjes mozzarella proeft of 4 blikjes Fanta? Het gebeurt gewoon in Nederland. Dat is discriminatie. Maar goed, de vraag natuurlijk is, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Ja, en dat is misschien vreemd, maar Achmedje heeft dus vandaag niks opgestuurd. Want dit is opgestuurd door iemand anders. En begin dan niet allemaal te roepen, ja, dan weet je vast wat er onder het doosje zit. Want als je een beetje kan nadenken, dan had ik dat wel vaker geweten, is het niet? Het is niet zo dat ik hier geblinddoek zit dat er iemand iets onder het doosje neerzet. Hè? Maar dat doet er helemaal niet toe. Waar het om gaat is het volgt. Ik heb iets opgestuurd gekregen van een Pool. Laten we hem een Janek noemen. Dat is zeg maar de Poolse equivalent. Equivalent. Moeilijk woord. Van Jan. Die zei, lieve Jan, Poolse producten. Want veel Polen kijken ook naar Jans Reviews. Daar zou televisier een puntje aan kunnen zuigen. Hè? Dat ik entertainment breng voor onze Oost-Europese buren. Ja? Voor onze mensen die voor een appel en een ei onze muurtjes staan te stukken. Doe ik dus de entertainment. Niet al die woke shit die wel goedgekeurd is. Ja? Maar toch ook uitgesloten. Dat is niet inclusief. Daar gaat niet om. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Janekki opgestuurd? Laten we kijken. Goh. Het lijkt wel bier. En het is bier. Oh, Pools bier, Janekki. Ik weet niet eens of die geen Janek heet. Hè? Dus als je dit hebt opgestuurd en je voelt je nu beledigd omdat je Janek noemt. Lekker belangrijk. Het is Pools bier. En dan vraag je je af, Pools bier. Drinken Polen bier? Polen drinken alles wat los en vast zit. Hoe weet je dat, Janus? Nou, ik heb. Is dit voor. Even kijken. Is dit verjaard voor de Belastingdienst? Ik heb Polen ooit mijn huis laten verbouwen. Heel lang geleden. En die mensen die werken keihard. Die kunnen werkelijk alles. Inderdaad, ook stukken. Maar ook elektrisch en tegels zetten en timmeren. En, jezus, wat een handige mensen. Keiharde werken. 6 dagen per week. Gewoon 12 uur per dag gingen ze door. Maar als ze klaar waren, gingen ze suipen, die kringen. En niet alleen suipen overigens, ze gingen ook altijd eten maken. En dat eten komt erop neer dat ze dan een grote pan op het vuur zetten. Aardappels en kool en uien erbij flikkeren. En daar maken ze een soort soepie, stamppot, troepie van. En dat werken ze naar binnen. En dan begint het bier suipen en het wodka tanken. Vandaar dat die mensen niet per definitie lekker ruiken. Ik moet eerlijk zeggen dat toen zij weggingen, heb ik de wc's moeten vervangen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar bijzonder aardige mensen en harde werkers. Hè? Dus niks over de Polen, want daar zeuren wij niet over. Hè? Hier in het inclusieve reviewkanaal Jans Reviews. Maar genoeg geslijmd bij de Poolse gemeenschap. Want dat weten we nou wel. 5 halve liter pils uit Polen. Lijkt wel of ik zo op heb. Ik noem een zijwiek. Zijwiek? Ja, ik spreek het er nu niet goed uit. Ik ben toch een Pool? Zijwiek. Een premium pil zijwiek uit Polen, een half litertje. Dan hebben we hier Warka. Oh, top quality Warka. Strong. Ik heb een hekel aan strong bier. Wat?
Kijk eens eventjes wat er mooi is. Wat staat hier allemaal op? Ja, weet ik niet. Staat in het Pools, kan je niet lezen. En we hebben Suber. Suber. Met een beer. Suber. Misschien betekent Suberbeer. Dat kan toch? Suber. Klinkt ook een beetje als beer. Suberbeer. En er staat Repsetura Brauwerija Boljavia. Netvisietje. Ik kan het allemaal niet lezen. Zoek het uit. Drie Poolse bieren. En laten wij beginnen met proeven. Glazen alstublieft. En een opener. Assistent. Ja, die heb ik dus niet. Dus snap je? Je moet alles zelf doen. Ja, de meeste van die mensen die dus wel geselecteerd zijn door televisie, die hebben een hele crew of die worden betaald door de NPO. Ik moet hier alles zelf doen, ja? We schenken de Ziewiek in. Wat valt op? Niks. Ja, zo'n bier met schuim. We schenken de Warka in. Wat valt op? Is wat donker, want die is ook extra strong. Ja, ook met weinig schuim. Dan kunnen we nu gelijk beginnen te roepen. Er zit wel heel weinig schuim op die Poolse biertje. Maar het kan ook gewoon te maken hebben dat die glazen hartstikke vet zijn. Dat bij een vaatwasser het niet meer zo goed doet. En dit is ook een gewone bier, als je mij vraagt. Voor mij gewoon een pils. En die is ook hartstikke bruin. Het ziet er in ieder geval allemaal uit als een gemiddeld Illinois in Warschau. Deze begint mij wel een beetje erg op te vallen qua schuimloosheid. En dat vind ik niet fijn, want dat doet me altijd denken of er iets niet goed is met de pilsie. Gaat wel goed. Nou ja, drie emmertjes ochtendurine, want het slaat allemaal hartstikke dood. Laten we gaan proeven. Overigens, mocht ik na het proeven van deze drie opgestuurde flessen bier uit Polen dood neervallen, moeten jullie op zoek naar Janek, waarvan ik niet zeker weet of hij Janek heet. Dus ja, die gaat gewoon met de Perfect Murder er tussen. Nou ja. De Siewiek. Is gewoon een doordrinkbier. Het is koud. Het is niet heel erg scherp of sterk qua koolzuur. Er zit gewoon heel weinig koolzuur in. Er zit een bittere afdronk in. En hij smaakt een beetje blikkerig. Is niet helemaal mijn koekiekakkie. Het is een beetje een bier waar je van hem blijft drinken omdat het geen ander bier is. En omdat het toch koud is. Maar qua smaak vind ik een beetje. Het is een beetje zuurdesembroodsmaak zit er aan. Het is een beetje bitter. En ik vind dat er heel veel te weinig koolzuur in zitten. Nee, hier word ik niet. Hier word ik niet bokken van. Hier ga ik niet verstuken. Dan ga ik gelijk maar even naar de berendrank. Naar de Suber. Suber. Dat is ook Pools bier. Weet ik veel wat het precies is. Er staat alleen maar Poolse tekst op. Dat kan ik toch niet lezen? Ik weet niet wat het precies is. Misschien is het donker bier, omdat de pilsner is licht. En dit is donker, dit is dan de strong. Het ziet er ook zo langzamerhand uit als whisky. Nou, dan gaat dat super. Hey. De super valt in de smaak. Ik vind de super een lekker biertje. Het is inderdaad misschien niet een laf biertje à la gewoon een wegdrinkpils. Maar er zit er een klein beetje een smaak aan. Wat voor smaak weet ik niet. Een beetje donkere thee smaak, maar wel erg lekker. Ik vind hem qua smaak lekker. Ik vind hem qua prik vind ik hem lekker. Dit vind ik een lekker biertje. Deze is goedgekeurd, lieve Polen. Hè? En natuurlijk ook alle tegenpolen. Oké, die was echt heel slecht. Ja, wat is er over? De strong beer van Warka. Nu, strong beer is gemaakt voor alcoholisten, laten we wel wezen. Dat is gewoon zo. Alleen,
Dat stonken ziet er toch heel erg smerig uit in mijn glas. Of ben ik nou allemaal gek? Dat lijkt net of iemand nierstenen heeft. En dat even moest laten zien en inleveren bij de dokter. Goed, ik ben te lui om een nieuw kopje te pakken. Dus ik zal het maar gaan proberen. Maar ja, het ziet er toch niet echt helemaal bierig. God zou me kraken. Ik zeg God zou me kraken. En waarom? Omdat het een strong beer is. En waar heb ik, zoals jullie weten, waarschijnlijk een grafhekel aan strong beer. Omdat ik vind dat die bieren niet meer naar bier smaken. De biersmaak vervalt. En het begint een beetje naar een vlakke jenever te proeven. En deze strong beer, moet ik jullie zeggen, die smaakt gewoon lekker. Dit smaakt gewoon prima. Ondanks dat ik liever een biertje met schuim. Vind ik dit een lekker biertje, hoor. Want hoeveel procent zit hier dan in? Er staat niks erop wat je kan lezen, joh. Oh, 6,3. 6,3% alcohol is ook niet zo heel erg veel. De meeste bieren zitten tussen 4,5 en 5%. Deze 6,3, dat noemen ze strong. Weet je wat ik het noem? Ik noem hem lekker. Dat is ook wel lekker. De Warka strong is ook gewoon lekker. Tijd voor de cijfertjes! En jullie zien dat ik niet gelijk die alle drie de halve liters naar binnen kukkel. Nee, want ik ben bezig met een kaaklijn te creëren. Het begint steeds meer in zicht te komen. Dus ik denk minder en ik vreet ook minder en ik beweeg meer. Straks ben ik een hele knappe man. Eens kijken wat er dan gebeurt. Amen! De cijfertjes. Deze was gewoon smerig. De Siwek was niet lekker. Ik vind de smaak niet lekker. Ik vind er zit te weinig prik in. Het is bitter. Het is een beetje... Dit Pools biertje krijgt van mij een 4. Nee, dat vind ik niet lekker. Ja. De Warka Strong die is al hartstikke lekker. De Warka Strong is voor een strong bier. Want ik hou helemaal niet van sterke bier. Want ik vind het zonde van het bier. Bier moet je gewoon naar binnen mieten stralen. En daar moet je niet over nadenken of het sterk te sterk is, ja of nee. Prettige pilsje hoor, 6,3% valt ook wel mee. Deze is eigenlijk gewoon lekker, die krijg van mij een 7. En de berenbier is berensterk, de Zuber is echt een fijn bier. Dit kan ik gewoon in huis halen, dit is gewoon lekker, die krijg van mij een 8. Heerlijk! Nou Poolse vrienden en andere vrienden, ik wens jullie een prettige dag en een prettig weekend. Dag!